Een hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik heb echt een heel slechte ochtendroutine van mij geskipt. Ik dronk namelijk elke dag koffie en ik heb het dus nu vervangen met een smoothie. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik drink nu elke ochtend een smoothie, zoals misschien een paar mensen al weten, want ik heb het al gedeeld op mijn Instagram. Mag ik weer heel veel fruit gaan eten? Dus daar ben ik mee gestart. Ik maak elke dag een smoothie. Hier zit in banaan, mango, spinazie en avocado. Super gezond dus. Ik ga het helemaal opdrinken. Ik heb net dit bekertje zeg maar gehaald bij Hema. En ik ben er heel erg trots op. Ik ga het dus nu opdrinken. Ik vind het echt heel lekker. En dan ga ik richting Elnas. Ik heb mijn wenkbrauwen vandaag niet gedaan. Dat zijn dus eigenlijk mijn eigen wenkbrauwen. En die ga ik vandaag weer laten aanpakken door Elnas. Want ze zien er echt niet meer uit. En ze wil bij mij de lashlift doen. De wenkbrauwlift. Ik twijfel er heel erg op. Want ik wil echt niet dat mijn wenkbrauwen helemaal zo rechtop staan. Maar ze zei dat het niet per se hoefde. Dus ik vertrouw haar erop. En we gaan het even uitproberen. Ik ben wel echt aan de late kant. Dus ik ga echt even haasten. Ik ben net klaar bij Elnas. En ik vind mijn wenkbrauw vandaag echt zo erg mooi. Niet normaal. Ik vind het echt heel erg mooi. Ze heeft het iets anders gedaan. Een iets lichtere kleur, zei ze. Maar ik vind de vorm ook echt gewoon super. Ik zeg het altijd. Maar altijd als ik ben geweest, denk ik, ik moet echt vaker gaan. Want dan zijn mijn wenkbrauwen gewoon veel mooier. Ik heb trouwens niet voor een lift gekozen. Want ik vond het vrij heftig. En je wenkbrauwen gaan dan zeg maar omhoog steken. Dan vind ik eigenlijk alleen maar... Ik vind die look eigenlijk alleen maar bij modellen mooi. Niet random bij mij of zo. Maar bij modellen vind ik het echt heel erg mooi. Maar ik wil gewoon zo'n heel zachte look. En ik heb al best wel zeg maar harde haren. Dus ik was bang dat het zeg maar heel erg gewild ging zijn bij mij. Ik ben nu met Nessie. Ik ben in Marokkaan. We gaan lekker hier ontbijten. Ik heb eigenlijk al een smoothie gehad. Maar ik heb echt zoveel honger nog. Ik ga lekker omelet gewoon naar binnen werken. Oh, met kip. Heerlijk. DJ Jack. Dit is mijn ontbijt. Het ziet er toch geweldig uit. Kip met ei. Op zijn Marokkaans. En Nessie met zijn eitjes. Lekker uit, hoor. Hè? Bedankt voor de uitnodiging, Nes. Hey, altijd. Ik heb een heerlijke munt thee zonder suiker. En Nes heeft de beste avocado shake ever. Oh yes, wij hebben... wij hebben heerlijk gegeten. Mijn buikje zit vol. Ik haat die drempels als je hebt gegeten, man. Ja, daar mag... ben stond misselijk van. Wij gaan nu lekker naar de stad. En we gaan even een jas scoren voor deze man. Yay! Winter jacket, yes. Zij vindt zijn oude jas echt lelijk. Ja, als iemand hem wilt kopen, laat me weten. Ik wil mijn woolrit-jas eigenlijk ook verkopen. Maar ik ben veel te lui om hem ergens op te zetten. Dus als iemand interesse heeft en mijn woolrit-jas nog kent, reageer die ronde. Ook een set krijgen. Mijn jas en Nesim's jas samen. Ja, maar kom op met voor his en hers. Wij hebben lekker geshopt en wij gaan nu tanken. Mag die helemaal vol of wat wil je? Zoveel geld heb ik niet. Doe maar 20 euro, 20 euro erin doen? Nee, dat mag gewoon vol hoor. Oh, nee, gaat dikker. God, ik heb net echt een schrik van mijn leven gehad. Ik stapte de auto uit en ik had hem nog niet op de P gezet. En hij ging gewoon even een stukje verder. Dus toen ging Nessie helemaal schreeuwen van meer, meer. Moest ik terug even mijn auto inrennen. Zo, wij zijn dus net thuis. Ik heb me even omgekleed. Want ik moest even iets opnemen voor een samenwerking met May Beauty. Want ik gebruik sinds kort weer deze facial van hun. En het beviel me echt zo goed dat ik eigenlijk weer een samenwerking met hen ben aangegaan. Dus mocht je het willen halen. Ik heb nu een kortingscode. Medium Face Gel 30 volgens mij. Ik zal even een link hieronder zetten. En dan kan je deze halen. Kijk hoe glowy mijn huid daarna is. Ik gebruik meestal deze. Om mij door de huidschilfen zeg maar allemaal te laten verwijderen. En daarna is het echt super smooth en zacht. Ga ik het even wassen. En doe ik gewoon een crème erop. Laat ik het gewoon inwerken voor een dag. En dan de volgende dag heb ik gewoon de perfecte huid. Dus dit maskertje van May Beauty. Ik vind hem echt heel erg chill. Schrikken, maar ik moet dit gaan opruimen nu. Woehoe! Zin in! Dus even een vlog kijken en dan rustig gaan opruimen. Dan gaat het allemaal wat makkelijker. Vaat is ingepakt en nu zijn er alleen maar een paar pannen over. En één grote bord die hier niet in past. Die ik even met de hand moet doen. Dus dat ga ik nu doen. En wat wil jij? Je hebt wel eten gehad. Ik weet wel wat jij wil. Dit wil jij, hè? Ja! Ik ga stuk. Zo. Kom. Dina, doe normaal. Zo. Dina, kan je ook pakken? Kom. Dina, kijk, pak.
Dina denkt altijd dat het speelgoed is. Kijk, ze heeft een stokje afgepakt en dan gaat ze wegrennen. Kom hier, ik heb nog één. Lira. 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 Tompootje. Hier, pak maar. Ze heeft een stokje nog steeds. Kijk, ze denkt dat het speelgoed is. Alles is weer schoon en nu is het weer tijd om dit allemaal te verpesten, want ik ga nu weer koken. Top. Ik had jullie dus verteld dat ik met Nessie naar Wijnkorf ging om een jas voor hem te halen. Hij is nu aan het slapen. Ik dacht, laat je even snel zien welke jas we voor hem hebben gehaald. We hebben echt een heel leuke geschoten. Echt heel toevallig. Hij wil eigenlijk een jas van North Face. Maar de jas die hij wou, hadden ze niet. Dus we hebben een andere geschoten. Ik vind deze echt super mooi. Eentje van Tommy Jeans, volgens mij. Ja, Tommy Jeans. En stond hem echt zo fucking mooi. Het is echt maar zo, het is zo'n padded jas, zeg maar. Hij is echt heel mooi. Ik weet niet of je het op beeld ziet, maar hij is een beetje zo'n mooi donkergrijs. De kleur wat ik nu echt, de kleur die ik nu echt heel fantastisch vind. Dus ik vind het echt een heel toffe jas. Dus ik moest net van de Nessim, moest ik dus Jumbo bellen, want we wilden graag naar de Jumbo en de Albertijn is al gesloten. Dus ik belde Jumbo en Nessim zei dat hij gesloten was vanwege verbouwing en weet ik veel wat. Dus ik bel ze van, ja, zijn jullie alweer geopend? Zegt hij, ja mevrouw, we zijn alweer 4 weken geleden geopend. Nessim, door jou sta ik echt voor schut. Ik zei al dat hij geopend was en nu sta ik echt voor schut. En mijn huid is echt gewoon zo glowy. Ik heb even jas over mijn pyjama heen gedaan. Ik ga zo lekker naar de Jumbo. En Nessie moesten we natuurlijk weer eens nadoen. Twinning! Hij is echt mooi. Laat zien zo. Het lijkt wel een beetje kast hoor. Ja, hij is wel, hij maakt je wel breder. Nee, doe even normaal. Wat? Ik sta gewoon normaal. Nee, je staat niet normaal. Waarom doe je me na? Hier, op beeld zie je het niet. Het is allebei zeg maar grijs. Is toch mooi? Doe even normaal! Ik sta normaal! Nee, je staat niet normaal. Sorry, maar als je zo bent. Doe even normaal! Hoe sta ik niet normaal? Doe normaal! Als je zo bij gaat lopen, ga je hem nu terugbrengen. Dit is gewoon ook altijd loop. Je weet niet hoe hij het raar doet. Hij heeft zo'n show, dus hij gaat niet redden om mij te eten. Dus we hebben voor hem deze pizza gekocht. En deze schijnt dus gezonder te zijn, want met een spinaziebasis. Wat is gezond? Is gezonder, toch? Gezonder, ja. Ik zei niet dat het gezond was. Gezonder. Dus dit gaat Nessim eten. Ik ga deze even in de oven doen nu. Ik ga voor mezelf heerlijke, gezonde courgettenkoekjes maken. Met wortel erin. En amandelmeel. Want ik heb geen zin om bloem bij toe te voegen. Peterselie, een beetje dille. En een beetje pieslook. En zout en peper. En that's it. Als Nessim niet mee eten, denk ik dat ik ook chili erin ga doen. Iets heel belangrijks vergeten, namelijk een uitje. Ik heb de groenten gewassen. Het eerste wat ik moet doen is eigenlijk de courgette en de groenten raspen. En dan moet ik al het vocht zeg maar eruit halen. Zo, het is gerast. Ik haal nu even zo de vocht eruit. Dan hebben we dit, de wortel met courgette. Even alle vocht eruit gehaald. En dat de Miriam cooking vlog. Ik eruit bij. Allah. Wat nog meer? Oh, je bek man. Ik ga nog meer erbij doen. Lebbetje rozen. Ik heb lekker peterselie gesneden. Het ruikt zo lekker altijd. En doe ik er ook bij. Een beetje dille. Nee, je krijgt niet nog meer snoep. Ga weg. En nu bieslook. Oh. Chili. Zout. Twee eieren. Amandelmeel. En ik doe er gewoon nog gesneden spinazie bij. Ik heb er gewoon zin in. Zo, dan hebben we dit. Ik hoop echt dat het gaat lukken, jongens. Zo, olijfolie in de pan. En als ze is opgewarmd, dan doe ik elke keer een beetje zo'n groot lepeltje erin. Nou guys, ik ben zo benieuwd. Ik heb het nog nooit eerder gemaakt. En ik heb eigenlijk het recept een beetje verzonnen, want het originele recept is zo anders. Daar doe je alleen maar courgette in met bloem, ei en een beetje kruiden. Dit zijn mijn eerste 4. Ze zien er echt heel goed uit, moet ik zeggen. Nessie is net weg en mijn eten is net klaar. Ik heb lekker groentepannenkoeken
en een salade. Oh mijn god, het is zo lekker. Niet normaal. Even tijd om te ontspannen. Ik heb lekker kaarsjes aangedaan. En die bakjes van mijn katten, wat erg. Ik ga nu een nieuwe seizoen kijken van 90 Day Fiancé. Zo, Richie, wat heb je?